bij deze alvast iedereen de allerbeste wensen voor het nieuwe jaar. Ik zeg altijd, geniet van de kleine dingetjes. Want later, dan denk je, was het nog maar zoals het toen was. Tot straks. Allemaal de beste wensen. Doei. Lieve Natas en Simon. We wensen jullie een heel gelukkig 2020. En ook de groetjes aan Moos. Groetjes aan Moos. Doei. Doei. We staan op onze vrienden Wim en Daan te wachten. Volgens mij komen ze daar aanrijden. Dit is onze laatste dag bij de Lidl. En we gaan nog even een stukje wandelen met z'n vijfjes. Kijk, daar heb je ze. Ook de hondjes beide. Hey, Mozeboos. Hey. Hey, Wimpie. Hey, Boefies. Mogen jullie ook mee? Lekker naar het bos. Hè? Oliebollen te bakken. Hoe laat? Om 4 uur. Om 4 uur, joh? 4 uur. Nou, dat is wel tof. Mina. En dat nou zo fris en fruitig. Nou. Dat dan weer net niet, joh. Daan is even langs Jumbo geweest, geloof ik, of niet? Nee hoor, dat hebben we altijd bij ons. Ah, dat heb je altijd bij ons. Altijd lekker. Aan alles gedacht, hè? Thee, koffie, zakjes. Zo is het. Onze cameraman. Hé Wim? Precies. Zo, Daan, zijn we lekker gezellig in de bos aan het lopen, hè? Heerlijk, en twee edelherten gezien. Dit is helemaal geweldig, onze dag kan niet meer stuk. Nee, inderdaad. Hopen dat Wim is vooruitgelopen. Hopen dat hij wat mooie foto's heeft kunnen schieten. En heeft hij die geschoten, dan zien jullie die natuurlijk, hè? Ja, dat hoop ik ook. Dat gaan we zeker zien. Gezellig, toch? Ik ga jou ook wat geven. Ga je mij wat geven? Ja. Want ik ben toch niet jarig? Nee, maar dit is wel als een nature warrior. Ja? Ja, roken in het bos is natuurlijk no done. Maar het maakt niet uit, zolang je maar goed bent voorbereid. Dus ik ga jou iets geven. En wat ga jij roken in het bos is met een koker. Is dat met een koker? Ja. Is dat speciaal voor in het bos? Dat is speciaal voor in het bos. Daar kan je ook je as in doen. Ja. En er zit een dopje op, dus je hoeft je peuk niet uit te doen. Die kan je zo erin doen, je as ook. Ja. Dus... En dan gooi ik hem in het bos weer leeg als die... Nee. Never. Nee, ik gooi hem gewoon thuis leeg. Gewoon thuis leeg in de prullenbak. Nou, hartstikke leuk. Alsjeblieft. Dankjewel. Kijk, wij zeggen altijd... Ik heb een mooie koker gekregen. Dan kan ik dus, als ik af en toe eens een sigaretje rook, kan ik daar gewoon mijn as in doen en mijn sigaretten. En dan kan je soms ook, want dan kan je gewoon je as in doen en het is helemaal beschermd. Is er wel een koker voor? Ja, Oké. Nee. Er zit een dopje. Ja, ik zie hem. Hartstikke bedankt. Hè? Dus wij zeggen altijd, niet roken zonder koker. Niet roken zonder koker. Niet roken zonder koker. Nou, dat is een mooie slogan voor 2020, toch? Daarom, die houden we erin. Dank je wel. Als iedereen doet, duimpje omhoog. Niet roken zonder koker. Man. Hebben die koken. Hebben die koken. Heb de tas ook nog wat aan als ik weg ben. We hebben even een rustpauze ingelast. De honden zijn moe, dus ja, dan moeten we ons eigen aanpassen. Oh, die is erg. Die is een waterflesje in zijn billen. Een bakje thee? Nee. Koffie. Heerlijk bakje koffie, hè? Ruik mij. Ja, lekker. Volgens mij zijn we weer klaar met de pauze, dus we gaan er met die oude Viking gaan we er weer vandoor. We lopen hier dus door de bossen. Volgens mij is iemand stier, zijn Rodeus stier vergeten of zo. Maar... Kijk, dat is echt een grote. Meestal moet je enigszins wel afstand houden. Maar ja, alles voor de kijkers, hè. Hebben ze daar van de week gezien? Daar hebben ze van de week gezien. Ah. En daar stond jij in die grote stormpad.
Nee, dat valt wel mee. Zo'n plakkaat vol, heel de schoenen vol. Weet je zeker dat je in de natuur bent geweest? Ja toch? Ben ik ook. Moosje, kom eens hier. Goed zo. Naar Simpie. Simpie is weer terug. Ja. Simpie was kwijt. En Wim nog wat tegengekomen? Nee. Helemaal niks? Helemaal niks. Nee joh. Hoe kan dat nou joh? Nog geen dood vogeltje. Volgens mij hoort er nog een of andere fotoshoot bij, hier in het bos. Moos op het bankie. Kijk, ook gek doen is ze goed in, Daan. De koffiebar is geopend. Alles wordt netjes klaargemaakt. Wat hebben we allemaal op het menu staan, joh? Warme chocolademelk. Warme chocolademelk. En appelbouillets, oliebollen. Yes. En dat al hier helemaal vlak bij de Groenendaal, hè? Bij, hoe heet dat nou ook weer, dat bos hier? Delenwoud. Bij Delenwoud. Vond je het leuk, Daan? Ja, helemaal geweldig. Ja, zeker met alle herten die we hebben gezien. Ja, was leuk, hè? Super. Ja. Maar ook gewoon geweldig, lekker gezellig onder elkaar met de hondjes. Ja, dat is belangrijk. Dat is eigenlijk het belangrijkste, ja, toch? Ja, gewoon genieten. Wim, wat ben je aan het doen? Ben je aan het snuiven of zo? Wie doet eruit of zo? Blijf verroeren, hè? Hoor ik net. Ja. Oh, rustig blijven. Maar jij had toch je rookkoker? Ja, wat moet ik met mijn rookkoker? Er zaten toch batterijen aan? Nee, er zitten geen batterijen bij. Wat is mooier, Wim? Het Kralingse bos.